Hallo, ik heb hier de Fujifilm X-E3, een compacte systeemcamera met een opvallende retro look. Deze camera is een mooie crossover tussen de Fujifilm basis en pro modellen. Ben je al bekend met de systeemcamera's van Fujifilm? Dan voelt dit allemaal heel herkenbaar aan. Dit komt door wat Fujifilm het X-DNA noemt. Dit zorgt voor een optimale ergonomie en een hoge gebruiksvriendelijkheid. Naast de gebruiksvriendelijke bediening heeft de camera ook een hele goede houvast. Het uiterlijk van de camera heeft wel wat weg van de meetzoekerstijl camera's. Zo is die mooi compact, vierkant en de zoeker is mooi op de hoek geplaatst. Ondanks het compacte formaat heb je wel heel snel de beschikking over knoppen om direct de verschillende lichtinstellingen te kunnen bedienen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de knoppen waarmee je direct je belichtingscompensatie kan instellen of de sluitertijd. Met al deze al dan niet programmeerbare knoppen heb je dus een hele goede controle over alle instellingen. Tevens heb je ook nog de beschikking over een joystick waarmee je ook heel makkelijk door de menus heen kan bladeren. Natuurlijk mag ook een elektronische viewfinder niet ontbreken. En heb je de beschikking over een 3-inch touchscreen. Het voordeel van dit touchscreen is dat je onder andere gebruik kan maken van touch focus. Maar ook als je gebruik maakt van de viewfinder kan je dit touchscreen gebruiken als bedieningselement voor de menus en de instellingen. De camera is voorzien van een 24,3 megapixel APS-C CMOS sensor. Dit zijn behoorlijk wat pixels natuurlijk voor een compacte camera. Om ze goed uit te kunnen lezen is gebruik gemaakt van de X-Trans 3 sensor die ook gebruikt wordt in de topmodellen van Fujifilm. De ISO-gevoeligheid is in te stellen tot 51.200. En dit maakt de camera bijzonder geschikt voor omstandigheden waar weinig licht voorhanden is. Objectieven als de XF23, 35 en de 50 mm sluiten uitstekend aan op het ontwerp van deze camera. Fujifilm heeft er bij de XE3 voor gekozen om Bluetooth-connectiviteit toe te voegen. Met deze Bluetooth-verbinding kan je makkelijk pairen met je smartphone of je tablet. Met de draadloze verbinding is het mogelijk om je smartapparaat, je smartphone of je tablet te gebruiken als afstandsbediening. En je kan ook dan foto's draadloos overzetten. Het grote voordeel van Bluetooth als verbinding is dat het een zeer energiezuinig protocol is. De hoge kwaliteit van de sensor vertaalt zich ook naar het filmen. Je kan filmen in Ultra HD 4K tot 30 frames per seconde en in Full HD tot 60 frames per seconde. De filmsimulaties die zich al bewezen hebben in andere X-serie camera's van Fujifilm, gecombineerd met het beschikbare glaswerk en de gevoelige sensor, zorgen voor hele mooie videobeelden. Software blijft zich in het loop der tijd natuurlijk ontwikkelen. En zodra Fujifilm nieuwe software heeft ontwikkeld, is dit makkelijk te updaten door middel van firmware updates. Voor deze firmware updates kan je op de servicepagina van Fujifilm terecht. Tot zover deze Fujifilm X-E3 systeemcamera. Zou je nog meer willen weten of hem willen kopen? Ga dan naar onze website www.cameranu.nl. Bestel je hem vanavond nog voor 12 uur? Heb je hem morgen al thuis? Cameranu.nl, altijd scherp.